Collega's, ik stel voor dat we gaan beginnen. Het is inmiddels 2 uur en tegenover u zit een interim voorzitter, totdat de echte voorzitter komt. En ik wil eigenlijk het halve kabinet die hier zit, welkom aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Jusjulius Segerius, voor de commissie die gaat over de cybercriminaliteit. Ook welkom aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw Huffelen. Van Huffelen moet ik zeggen, welkom. En minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Adriaansens, die is ook welkom met ondersteuning. We zijn met 1, 2, 3, 4 en inclusief mij 5 woordvoerders vandaag. 4 minuten spreektijd. En ik 6 tel ik. Ja, ik tel ook nog eens verkeerd. Daarom ben ik een interim voorzitter. Maar ik wil graag als eerste het woord geven aan mevrouw. Ja, dat moet ik even goed zeggen. Rajkowski. Goed, hè? Aan u het woord. 4 minuten gaat nu in. Ja, dankjewel, voorzitter. Dat krijg je als je elkaar vaak spreekt met de voornaam. Voorzitter, het aantal cyberaanvallen neemt in Nederland de afgelopen jaren zodanig toe dat we volgens het NCTV al kunnen spreken van maatschappelijke ontwrichting. En dat zie je ook terug in de cijfers. Dus in 2022 zijn er 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van cybercrime en 1 op de 5 Nederlandse bedrijven. En de verdachten zijn vaak jonger dan 21 jaar. Dat zien we meer dan de helft van de gevallen. En de schade voor de economie loopt op tot in de tientallen miljoenen. En de VVD heeft dit debat aangevraagd omdat onze digitale veiligheid onder druk staat. En wij vinden dat we als VVD het weer meer moeten doen om onze inwoners en ondernemers te beschermen tegen cybertuig, maar ook tegen beginnende criminelen. Het zijn vaak jonge scriptkiddies die we op het juiste pad moeten krijgen, zodat ze Nederland gaan beschermen in plaats van aanvallen. Ons eerste punt gaat over het MKB, voorzitter. Want die digitale wereld wordt steeds complexer, steeds ingewikkelder. En cybercriminelen gaan steeds geraffineerder te werk. En we kunnen niet meer van elke MKB'er verwachten dat zij ze 100% kunnen beschermen tegen cybercriminelen. En juist hier kan die sterke overheid een mooie rol laten zien door ook informatie te delen over potentiële aanvallen. En de VVD heeft dit geregeld met een wetswijziging dat dit waarschijnlijk mogelijk wordt. Maar we krijgen nog te vaak signalen dat er te weinig of te weinig bruikbare informatie wordt gedeeld. En dat is zonde, voorzitter. En daarom presenteert de VVD vandaag het MKB Cyberplan met 5 punten. Punt 1. Een keurmerk voor ICT-leveranciers. Want zonder het MKB'ers, zonder cyberkennis, moeten ook beter kunnen inschatten met welke techleveranciers ze wel of niet zaken kunnen doen. Punt 2. Digitale crisisoefeningen met MKB'ers, zodat het MKB getraind wordt in het buiten de deur houden van cybertuig. Nummer 3. Het delen van digitale dreigingsinformatie, zodat het MKB voorbereid is op potentiële cyberaanvallen. Nummer 4. Een hulplijn voor een MKB in nood. Daar zal de PvdA straks nog wat meer over vertellen, maar wij pleiten samen met hun voor een MKB-hulplijn die bij Digital Trust Center van EZK meer ruimte moet krijgen. En het laatste punt, voorzitter, punt 5. Het online aangifte kunnen doen bij de politie van ransomware. Dat online aangifte zorgt voor informatie, zodat we die types in hun nekvel kunnen grijpen. En het kan ondernemers ook helpen bij de verdere afwikkeling van de problemen die zijn veroorzaakt door cybercriminelen. Zijn de ministers bereid om dit MKB-pakket verder uit te werken en mee te nemen in hun plan omtrent cybercrime? Graag een reactie hierop. Ik ga u even onderbreken, want u heeft een interruptie van mevrouw Hint Abdelaziz Dekker. Dank, voorzitter. Dekker Abdelaziz is het. Maar het is u vergeven, want u bent interim. Ik hoorde mevrouw Rajkowski zeggen het delen van dreigende informatie. Ja. En ik wil eigenlijk daar wel iets meer over weten. Want wat bedoelt mevrouw Rajkowski hiermee? Aan u het woord. Ja, dank, voorzitter. Dus dat we nu eigenlijk zien dat verschillende cyberteams bij de overheid, hebben echt hele goede cyber-expertise is er in huis, dat zij vaak digitaal al bepaalde aanvallen zien komen. Dus in de fysieke wereld heb je dat bepaalde deuren op sloten heel kwetsbaar lijken voor nieuwe modus operandi van de criminelen. Maar digitaal heb je dat ook. En vaak weet de overheid dan al, deze software is niet veilig. En dan zou het zo jammer zijn als een MKB'er niet van tevoren even gewaarschuwd kan worden. Doe deze update. Hè. Soms zijn het hele simpele stappen die ze kunnen zetten. Maar daarmee kunnen we dus wel die tientallen miljoenen euro's schade voorkomen. Met ook het risico voor de MKB'er dat ze failliet gaan. Dus de impact is ook echt enorm. Ik
zie een vervolgvraag. Ja, dank. Ja, dank voor het antwoord. Nu weet ik iets beter wat de VVD bedoelt. Want ik was bang dat de VVD persoonsgegevens met elkaar wil delen, maar dat is het niet. Ik neem wel aan dat de VVD wil dat het delen in ieder geval achter de schermen gebeurt. Want als er in het openbaar gezegd wordt, hey, deze software is kwetsbaar, ja, dan is het ook wel gevaarlijk. Bent u daar met mij eens? Mevrouw Rajkowski. Dank, voorzitter. En een terechte opmerking ook van mijn collega van D66. Want we moeten natuurlijk niet iedereen slimmer maken. En wat je nu ziet is dat het vanuit het Digital Trust Center, wat bij het ministerie van EZK zit, wordt er wel ook veel geëxperimenteerd. En er wordt ook wel informatie gedeeld. Maar wij denken dat dat nog meer mag en nog simpeler kan. Zodat we hebben 2 miljoen bedrijven in Nederland. Dus er zouden nog veel meer ondernemers geholpen kunnen worden met het delen van informatie. Worden stappen ingezet. Dus daar zijn we ook wel trots op, maar we blijven daar gewoon op hameren. Want het kan gewoon altijd beter. Volgens mij is dat een afdoende antwoord als ik zo naar uw collega kijk. Daarmee geeft dat mij ook de gelegenheid om aan te geven dat u 4 interrupties heeft. Waarvan u inmiddels er 2 al heeft gebruikt, mevrouw Dekter Abdelaziz. Ik stel voor dat mevrouw Rajkowski doorgaat met haar betoog. Ja, dank voorzitter, want ik wil ook graag mijn complimenten uitspreken aan het kabinet voor de snelle uitvoering van 2 VVD-moties. Er komt inderdaad zo'n structurele oefenagenda en er komt ook een keurmerk voor ICT-leveranciers. Het kabinet is nu in gesprek met ondernemers om deze belangrijke dingen ook vorm te geven. En hoe verlopen deze gesprekken en per wanneer gaan die oefeningen dan ook plaatsvinden? Dan mijn tweede thema, voorzitter, jongeren. Want de drempel om te starten met cybercrimes zoals phishing ligt steeds lager en de daders worden steeds jonger. Het begint soms met licht crimineel gedrag, zoals je school hacken of een cijfertje veranderen. Maar juist als je op tijd bij deze startende criminelen bent, dan voorkom je dat het grotere criminelen worden. Voorkom je dus ook slachtoffers. En dan kunnen we hun talenten misschien nog laten inzetten voor het goede. Dus Nederland beschermen tegen cybertuig. En programma's als Hack Right zetten hen op het juiste pad, maar worden helaas nog te weinig ingezet. Dus wat gaat de minister doen om de kennis in de strafrechtketen te verhogen over dit soort programma's? Dan mijn laatste punt, voorzitter, informatie delen over cybercriminelen. De Vereniging van Nederlandse Banken bericht vandaag dat de schade van fraude in het betalingsverkeer 61 miljoen euro bevat volgend jaar. De VVD heeft de afgelopen weken met veel mensen gesproken en alle instanties lijken erop gebrand om slachtoffers te voorkomen en het werk van cybertuig onmogelijk te maken. Banken, politie, OM, ze hebben allemaal stukjes informatie en helaas brengen we deze nog te weinig bij elkaar, zodat het onduidelijk blijkt wie die cybercriminelen zijn. En wat gaat de minister doen om informatiedeling tussen deze instanties beter te kunnen laten verlopen, zodat we cybercrime het hoofd kunnen bieden? Dank u wel. Dat is perfect op tijd. Ik ga door naar de volgende spreker, mevrouw Dekker Abdelaziz, aan u het woord. Ja, dank voorzitter. Voorzitter, cybercrime klinkt voor sommige mensen abstract. En tegelijkertijd hebben de meesten van ons al wel eens een phishingmail gehad. Of dat er een account van een familielid gehackt is en er rare appjes komen. En terwijl veel andere vormen van criminaliteit dalen, neemt cybercrime met sprongen toe. Daaruit blijkt dat de maatregelen het tij nog onvoldoende weten te keren. Nu veel van ons leven zich online afspeelt, is het van groot belang dat we ons bewust zijn van de risico's. Dat we in aanraking komen met cybercriminaliteit. Dat geldt uiteraard voor ransomware aanvallen, maar net zo goed als online discriminatie of Twitterbedreigingen. Voorzitter, ik wil graag de volgende 3 onderwerpen bespreken. De capaciteit bij de politie, online haat en racisme en ransomware aanvallen. Ten eerste, voorzitter, de integrale aanpak voelt toch een beetje alsof de minister met hagel schiet. Ik telde 28 kleine projecten om cybercrime aan te pakken, maar daadwerkelijke monitoring of instrumenten om in te grijpen ontbreken. De minister schrijft dat cybercrime wederom is benoemd tot prioritaire thema in de veiligheidsagenda. Dat is mooi, maar resulteert het ook in gelijkmatige investeringen in capaciteit om cybercrime aan te pakken? Niet alleen bij de politie, maar binnen de hele keten, dus ook bij het OM. 2 jaar geleden dienden de leden Groothuizen en Van Toornberg hier al een motie over in. Gelet op de huidige stand van zaken lijkt hier onvoldoende uitvoering aan te zijn gegeven. Kan de minister toelichten in hoeverre de capaciteit bij het OM overeenkomt met die van de politie om cybercrime aan te pakken? Wat D60 betreft moet de basis op orde, dus de vervolging en de preventie. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de minister de online bevoegdheden van politie verruimt, onder het motto van zwaarwegend algemeen belang. Kan de minister dat eens definiëren, wat daar allemaal onder valt?
En is zij het met D60 eens dat de AP of wellicht zelfs de Kamer altijd betrokken moet zijn bij dergelijke verruiming? Voorzitter, ten tweede, een van de grootste problemen op het gebied van cybercrime is ransomware, met name bij het MKB, die onvoldoende gewapend zijn tegen deze vorm van criminaliteit. Maar cijfers lijken te ontbreken. Om hoeveel geld gaat dit in totaal en hoeveel gevallen? Kan de minister toelichten in hoeverre zij denkt dat het MKB met de maatregelen die zij in haar brief noemt voldoende beschermd is? En zijn zij voldoende geïnformeerd? De minister geeft aan dat het dringend advies is om geen losgeld te betalen, maar D60 hoopt echt op een meer proactieve aanpak. Is zij bereid om te onderzoeken of het oprichten van een gezamenlijke fonds, waar bedrijven lid van kunnen zijn, van kunnen worden, een bijdrage hieraan zou kunnen leveren? En ziet zij ook een rol voor de KVK om voorlichting te geven over ransomware? Dan, voorzitter, tot slot. Soms lijkt het internet net een open riool, waar racisme, seksisme en bedreigingen aan de orde van de dag zijn. Het is positief dat er een gezamenlijke aanpak is van meerdere departementen om online discriminatie, racisme en hate speech aan te pakken. Maar voorzitter, het mag van D60 wel wat concreter. Ik lees in de brief dat er in 2021 339 meldingen van online discriminatie binnenkwamen bij het meldpunt internetdiscriminatie. Met alle respect voor het meldpunt, op dat aantal kom je al met een dagje scrollen op Twitter. Welke stappen gaat de minister zetten om de meldbereidheid te verhogen? Kan zij afspraken maken met techbedrijven om samen te werken met het meldpunt internetdiscriminatie? Kortom, hoe gaat zij ervoor zorgen dat racistische drek en hate speech online effectief wordt bestreden? Ik ga een adempauze inlassen. En ik hoorde een punt. Allereerst dank ook mevrouw Moedler om maar eventjes te vervangen aan het begin van de vergadering. Excuus daarvoor. Maar ik zie twee interrupties. Maar begin ik even bij mevrouw Roskowski van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan meteen een vraag. Want zeker goed om dit meldpunt bekender te laten zijn. Dat ze meer zouden kunnen gaan doen. Maar juist het meldpunt is al een trusted flagger als je kijkt naar de Digital Services Act. Hè? Dus zij kunnen juist bij uitstek al aangeven, deze content is haatdragend, mag niet, moet offline worden gehaald. Dus ik ben een beetje op zoek naar wat D60 nou extra zou willen met dat meldpunt. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, Belies. Ja, dank, voorzitter, en dank voor deze vraag. Want ik ben het met de VVD eens dat deze meldpunt sowieso meer bekendheid moet zijn. En een trusted flagger is een hele goede manier. Maar feit is, als ik een discriminerende tweetje binnenkrijg, wat ik regelmatig krijg, en ik denk dat dat een bekend beeld is, heb ik wel meestal, rapporteer ik dat gewoon op Twitter. En dan hoop ik, waar ik naar zoek, is een link tussen dan de social media platform waar je zit en de meldpunt. Is er communicatie tussen die twee dingen? Ik zit daar niet bij elke tweet die ik rapporteer aan te denken om daar aparte melding te maken bij een internetmelder. Dus het is een beetje van allebei. We moeten dat vaker doen bij dat meldpunt. Maar is er ook een gesprek tussen de plekken waar het gebeurt en waar wij dan onze berichten ook rapporteren en het werkelijke melding maken? Dank u wel. Een andere interruptie van mevrouw Moedler, PvdA. Ja, de discussie, voorzitter, over online meldingen van discriminatie, haat en racisme hebben we ook gevoerd tijdens het debat met de minister van Binnenlandse Zaken. En een van de opmerkingen die ik toen maakte, dat ging over wat er bekend is over de mechanismes achter dat soort online uitingen. En een van de suggesties die ik toen aan de minister van Binnenlandse Zaken deed was, ja, kunnen we niet meer onderzoek doen naar de dynamieken en de mechanismen van discriminatie, zodat je dat ook beter kunt aanpakken. Nou, ik wil die vraag straks ook aan de minister stellen, maar mijn vraag aan mijn collega is, hoe kijkt zij daar tegenaan? En vindt ze dat nuttig? En kan ik op haar steun rekenen als wij dat voorstel gaan doen? Steun van mevrouw Dekker-Abdelruiz, ja. D66. Mooie, concrete vragen. Dat mechanisme vergroot meestal extreme standpunten. Dat is eigenlijk inmiddels al bekend, dat het algoritme van social media dat ook wel doet. En ik heb mijn hoop op de Digital Service Act dat daar echte maatregelen aan gedaan worden. Ik ben wel benieuwd of dat onderzoek niet al gedaan is. Dus ik sluis uw vraag ook gelijk door aan de bewindspersoon. Want als het er niet zo is, dan zou het wel nuttig zijn. Dank u wel. Dan kunt u verder met uw bijdrage.
Dank u wel, ik ben ook bijna klaar. Dus, kortom, hoe gaat zij ervoor zorgen dat racistische drek en hate speech online effectief wordt bestreden? Ik maak me in het bijzonder zorgen om het verspreiden van antisemitische complottheorieën online. Ik hoor graag van de minister wat zij specifiek doet om dat tegen te gaan. Want iedereen zou zich online veilig moeten voelen. Dank u, voorzitter. Ja, dank. En keurig binnen de tijd. Dan ga ik door naar de volgende partij, de PvdA, mevrouw Moedler. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat cybercrime sterk toeneemt en verder zal blijven stijgen, laat zich gemakkelijk voorspellen. Sterker nog, dat blijkt nu al uit de veiligheidsmonitor uit 2022. De digitale wereld groeit immers ook en dat levert een groter speelveld voor cybercriminelen. En geen wonder dat mensen zich in de digitale wereld minstens zo onveilig zijn gaan voelen als in de echte wereld. Het zijn trouwens geen gescheiden, geen gescheiden werelden. De digitale middelen worden gebruikt voor doelen die niet bepaald virtueel zijn. Namelijk bedreiging, afpersing en noem maar op. En het zijn ook al lang niet alleen de puberende nerds die op een zolderkamertje van achter hun laptop misdrijf plegen. Cybercriminaliteit is gewoon big business voor georganiseerde criminaliteit die zich in de miljoenen in de vorm van bitcoins voor ransomware laat uitbetalen. Ik heb een paar punten, voorzitter. Laat ik in de eerste plaats beginnen, ook omdat de minister van EZK hier zit, met die kwetsbaarheid van die ondernemers, met name voor die MKB, voor die cyberaanvallen, waar ook net mijn collega het over had. Waar zij zich in de eerste plaats zelf tegen moeten bewapenen. Want dat vraagt echt om een omslag binnen het MKB. En dat vraagt dat MKB meegaat in die digitale transitie en dat ze weerbaar worden. Maar dat is best lastig. En via een brief hebben ze al laten weten dat zij een aantal suggesties daarvoor hebben. Van subsidies voor een betere risico-inventarisatie tot verhogen van cybersecurity. En ik ben heel benieuwd hoe de minister tegen deze voorstellen aankijkt. Eén voorstel die pak ik eruit. Dat is de telefonische noodlijn voor ondernemers die slachtoffer zijn van een cyberaanval. Dat vinden wij een hele belangrijke. En wat ons betreft moet dat zo snel als mogelijk gerealiseerd worden en ondergebracht worden bij het Digital Trust Center. En wellicht kan de minister daar ook even op reflecteren. Dan even de toename van de cybercriminaliteit. Je ziet ook dat het aantal meldingen en aangiftes toeneemt. Zelfs al laat ook hier de aangiftebereidheid te wensen over. En we kennen allemaal de capaciteitsproblemen bij de politie en het OM. En niet iedere agent die beschikt over de expertise die nodig is bij zaken zoals internetoplichting. Dus we moeten echt wel goed omgaan met die schaarse capaciteit. Maar aan de andere kant mogen mensen zich ook niet in de steek gelaten voelen. Ook als ze te maken krijgen met online delicten, omdat dat enorme financiële en psychische gevolgen kan hebben. En ik denk dat de politie in Oost-Nederland dat goed begrepen heeft. Want daar liep in een pilot in Arnhem met als doel om slachtoffers van online criminaliteit meteen te helpen en om zich weer veilig te laten voelen. Want na een melding stuurt de politie een noodteam naar het slachtoffer, waaronder ook oudere kwetsbare mensen, om hen met raad en daad bij te staan en daarmee ook herhaling te voorkomen. Hulde voor dat initiatief. En wat mij betreft rollen we die uit. Daarnaast ook een pilot in Oost-Nederland waar de Cyber Offender Prevention Squad, de COPS, het een en ander doen. Er is heel veel Engels trouwens. Preventie die er vooral gericht is dat jongeren het criminele pad opgaan. Nou, u weet, daar kunt u mij wakker voor maken. En dan hebben we ook nog de Hack Right. Daarmee proberen politie en het OM jongeren die voor het eerste keer zich schuldig maken aan hacken, ook weer op het rechte pad te krijgen. Laatst had ik tijdens een werkbezoek een specialistische jongerenwerker die alleen maar met online bezig was om jongeren te helpen. Vind ik echt hele mooie initiatieven. Onconventionele methoden die wat mij betreft meer ruimte zouden moeten krijgen. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? En hoe gemakkelijk online fraude is, die liet trouwens ook het tv-programma Radar pas zien. Je kan uit naam van iemand anders een energiecontract sluiten, energie afrekenen en dan de rekening naar het slachtoffer van de identiteitsfraude laten sturen. Dat vind ik echt te zot voor woorden en dat gebeurt nu te veel. Ik wil dat de ondernemers die online goederen of diensten aanbieden zelf zorgen dat er op een laagdrempelige wijze de identiteit van een cliënt wordt geverifieerd. Bijvoorbeeld door een 1 cent betaling. Dat moet gewoon geregeld worden. Eventueel via de wet, koop op afstand aanpassen. Ik wil daar een reactie over. En tot slot, voorzitter, de VNG die is bezig met een integrale lokale aanpak. Want veel moet ook lokaal gebeuren. Gemeenten die hebben geen geld, geen capaciteit, geen kennis. Gaat de minister de uitgestoken hand van de VNG aannemen? En hoe en wat wil ze daar aan doen? Ja, dank u wel. Een interruptie van mevrouw Ruskowski van de VVD. Ja, dank voorzitter. Over het ene laatste punt. Dus ik denk een goed voorstel van de Partij van de Arbeid. Je kan met 1 cent overmaken al snel een soort ID-check doen.
Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat op het moment dat iemand met die 1 cent betaalt, dat die naam van zo'n rekeningnummer, mocht het toch echt een crimineel blijken te zijn, dan vervolgens wel weer met bijvoorbeeld politie of met OM worden gedeeld. Dus kan ik de PvdA dan ook aan onze zijde vinden, of het laatste punt wat ik hem bracht, dat die informatie die bank, OM en politie hebben over dit soort criminaliteit, dat die ook meer bij elkaar worden gebracht? Mevrouw Moedler. Ja, daar ben ik heel groot voorstander van. Ik moet zeggen, dit gebeurt. Dit kan ook ondernemers trouwens. Ik heb mijn collega een mooi betoog horen houden, ook over die ondernemers. En een van de mails die ik kreeg was van een ondernemer, want die gegevens staan dan namelijk online. Dus die kunnen nog makkelijker misbruikt worden. In dit geval was het om een telefoonabonnement af te sluiten. Dat kan niet. Dus die gegevens moeten inderdaad verzameld worden en het liefst naar het OM en de politie gestuurd worden. Maar u en ik, of even via de voorzitter, mijn collega weet ook dat hoezeer ik het ook graag wil dat ze het oppakken, dat de politie en het OM zullen zeggen, we hebben daar geen capaciteit voor. Dus dat is wel het stukje waar je dan aan moet werken. Want als je dat soort gegevens verzamelt en vervolgens doorgeleid naar de dienders, dan verwacht een ondernemer of een onschuldige burger dat daar iets mee wordt gedaan. Wordt dat niet gedaan, dan gaan ze zich ook niet melden. Want mijn collega heeft ook de veiligheidsmonitor gelezen. 50% maar doet melding van online delicten. Ja. Dat is te weinig. En dat komt ergens vandaan. Een lang antwoord, voorzitter. Het spijt me. Maar mijn collega daagde me even uit. Dus ik ben het met haar eens. Maar dan moet het ook opgepakt kunnen worden. En daar zit de uitdaging. Ja, nou, helemaal goed. Ik ga gewoon door naar de volgende partij van het CDA, mevrouw Kuik. Dank, voorzitter. Voorzitter, we hebben het over de online wereld, die natuurlijk heel veel kansen biedt en verbindingen kan leggen. Maar we hebben het nu over de dark side eigenlijk. Want online is ook wel de plek om slachtoffers te vinden, om te verleiden, om uit te buiten. Nog nooit was het zo makkelijk geweest voor mensen die kinderen willen uitbuiten en misbruiken, om met ze in contact te komen. En daarom is een versterking van de digitale bescherming ook van belang. Kinderen van 11 tot 17 jaar kunnen namelijk niet goed inschatten met wie ze te maken hebben, wie ze tegenover zich hebben, wat de leeftijd is van die online gesprekspartner. En voorzitter, ik heb een aantal initiatieven gezien, bijvoorbeeld het cyberrijbewijs. Is dat voor alle jongeren van groep 7 en 8 of is dat voor een beperkte groep? Dat vraag ik de minister. En wordt daar ook specifiek genoeg ingegaan op de risico's als het gaat om bijvoorbeeld sexting? Want we zien gewoon dat dat heel snel kan gaan. Dat jongeren ergens worden ingetrokken en onderdeel zijn van criminele uitbuiting. Aan de andere kant zijn er ook jongeren het verkeerde pad op gaan en via hackright, het is al vaker genoemd, de kans krijgen om te realiseren wat de gevolgen zijn van hun acties. Impactbesef, excuus, maar ook het stimuleren van dat digitaal talent. En ik zie nu dat dat effectief is, maar dat heel beperkt wordt ingezet. Ja, dat is zonde, want dit zijn de kansen. Dus ik zou zeggen, we hebben ook als overheid mensen nodig ook om ethische hacker bijvoorbeeld te zijn en in die digitale wereld te helpen. Dus ja, mijn vraag is, waarom zetten we daar niet volop op in? Voorzitter, er is een rapport geweest, fraude-victimisatie van de Universiteit van Twente. 70% van de fraude was online en maar 11,8% van de slachtoffers heeft dat kenbaar gemaakt, dat ze slachtoffer zijn geworden met de politie of ook geen contact opgenomen met bijvoorbeeld banken. En daardoor krijgen we natuurlijk ook beperkt zicht op wat er aan de hand is. Aan de ene kant ben ik me er ook bewust van dat mensen zoiets hebben van kan de politie dat allemaal aan? Aan de andere kant, als je een heel beeld krijgt van wat er allemaal aan fraude plaatsvindt, dan is de opsporing natuurlijk ook effectiever. Dus ook de vraag, hoe zorgen we ervoor dat die 11,8% echt meer wordt? Al is het bijvoorbeeld ook met alleen met banken om die informatie te delen.
Voorzitter, dan opsporing in de digitale wereld, dat blijft lastig. Dat schrijft de minister, dat snap ik ook. Want waar is nou die Nederlandse online grens? Nou, die is er niet voor criminelen. En dan is een georganiseerde internationale cyberaanpak wel mega belangrijk. En ik zie dat er een bilaterale samenwerking is vanuit de United States. Met bijvoorbeeld landen als Australië, Canada, Denemarken, Zweden, nou, noem maar op. Regelgeving ten aanzien van opkomende nieuwe technologieën die democratische waarden ondergraven. Bijvoorbeeld als het gaat om commerciële spyware. En ik vraag me af, waarom is Nederland hier nog niet bij aangesloten, bij dit initiatief, om daar samen een visie op te ontwikkelen dit tegen te gaan? Graag een antwoord daarop. En voorzitter, ja, 4 minuten is kort. Dan sluit ik me aan bij de punten die ze al gemaakt over online vrouwenhaat. 1 op de 2 vrouwen in Europa krijgt daarmee te maken. En dan is de vraag ook, hebben we nou in beeld wie nou de daders zijn? Wie zijn nou de types die dat vooral online gooien? En waardoor bijvoorbeeld vrouwelijke politici zich geremd voelen om door te gaan met hun werk. Want dat is ook een element wat we terugzien. Het voelt nu een beetje ongrijpbaar. En we hebben het hier weer geagendeerd, maar daar kan het niet bij blijven. Dank. Dank u wel voor uw bijdrage. Een interruptie van mevrouw Moetelaar van de PvdA. Ja, ik denk dat het heel goed is dat mijn collega nogmaals aangeeft dat we iets moeten doen tegen online haat, met name richting vrouwen. Mm. Dat is best wel bizar voor woorden. Zo hebben we een meldpunt, MINT. Dat is net ook even aan de orde gesteld. De naam is verwarrend, omdat er ook een andere organisatie is die MINT heet. Mind. En de meldingen, dat was bizar weinig, namelijk 300. Hoe denkt u, of heeft u ideeën om en die meldingsbereidheid te vergroten en deze en dit meldpunt ook zijn taak te laten doen? Ja, graag via de voorzitter. Mevrouw Kuik. Ja, voorzitter. En terechte vraag van mevrouw Mutleur. Want die meldingsbereidheid die is gewoon belangrijk. Dat we dat inzichtelijk krijgen waar we mee te maken hebben. Maar er zit natuurlijk, er wringt ook wel wat. Omdat, ja, wat kun je er tegen doen? En ik denk zicht krijgen op wie die daders zijn. En de mensen daarop aanspreken. En zo, als het even kan, zo snel mogelijk ook die berichten van internet afkrijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als degenen die dit doen de consequenties niet voelen, ja, dan is het signaal dus dat het maar kan gebeuren. En voor ons hier ook een rol. En daarom is het goed dat we het hier ook opbrengen. Dat we hier weerwoord aan geven. En het is geen makkelijke oplossing. En daar, ik zit ook te zoeken. En ik denk dat we met z'n allen moeten zoeken hoe we die online haat echt terugduwen. En voor elkaar gaan staan. Ik heb een initiatief gehoord van een andere collega die zei, ja, als iemand van ons hier wordt bedreigd of er wordt lelijk tegen gedaan, dan gaan de anderen ervoor staan. Mm. En ik denk dat dat ook wel een sterk signaal kan zijn, dat niet degene die wordt aangevallen zich moet verdedigen, maar dat je als collega's ook laat zien, dit pikken wij niet. Dus ik denk dat je ook een beweging uit die samenleving nodig hebt om die haat ook terug te duwen. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Dekker op de Louise, D66. Ja, dank voorzitter. En dank inderdaad aan het CDA dat ze ook dit punt gebracht hebben. Als D66 zien wij ook een grote verantwoordelijkheid voor de social media platform zelf. En wellicht de mogelijkheid creëren voor overheden om te kunnen verwijderen, wellicht. En hoe kijkt de CDA daar tegenaan? Het laatste. Mevrouw Kuik. Zeker. Ik ben het er helemaal eens dat platforms daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebben. En dat we daar ook echt mee in gesprek moeten gaan als zij die niet pakken. En dat zie je op veel meer punten, hè, op veel meer dossiers. Dat het voor de overheid best wel lastig is om hier nog op te sturen. Omdat er, je kunt niet zomaar als overheid in een platform je gaan bewegen. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Maar dat is een prima vraag om ook aan de staatssecretaris te vragen hoe zij dat tegenaan kijkt. Wat is er technisch mogelijk en wat is doable? Nog een interruptie van mevrouw Rokowski.
Ja, dank voorzitter. Als ik deze discussie zo aanhoor, dan denk ik dat we wel kunnen concluderen dat we het allemaal met elkaar eens zijn over dat we online vrouwenhaat moeten bestrijden. We zien het inderdaad ook bij veel bij elkaar, denk ik, terug. Waarschijnlijk ook vrouwelijke bewindspersonen. Het zijn gewoon vaak de... Ik had vanochtend nog een tweet, die 095, allemaal dat soort accounts. We kennen ze wel. Maar de crux zit hem natuurlijk in... Hoe gaan wij dit nou aanpakken? En gelukkig komt vanuit Europa die Digital Services Act. Die gaat vanaf januari 2024 in. En dat gaat dan betekenen dat alles wat illegaal is, moet offline gehaald worden. Daar komen ook fikse boetes tegenover te staan. Dus dan hopen we dat de Elon Musks van deze wereld en de Mark Zuckerbergs van deze wereld een keertje gaan luisteren. Maar het lastige zit hem natuurlijk in dat grijze gebied. Wanneer, als het iets onaardigs is. En daar wringt voor ons altijd wel een beetje de schoen. Dus hoe kunnen we daarvoor zorgen? Waar ligt nou precies de rol van de overheid? Dat is om haat, discriminatie, alles wat niet mag en wat verwerpelijk is. En eigenlijk op het deel van wat we onaardige, suggestieve dingen, daar zou denk ik meer als samenleving wat meer voor willen doen. Maar ik heb daar nog niet vanuit de CDA een oplossing voor gehoord. Mevrouw Kuik. Maar ik gaf aan, het is ook niet zo makkelijk. En precies dat grijze gedeelte is, wat ik al aangaf als voorbeeld, heb je een samenleving nodig. Dus dat je elkaar ook daarin helpt. Dus als iemand wordt aangevallen, dat je daarop terugduwt met z'n allen. Ja, dat is niet. Dat is een beweging wat we met z'n allen denk ik in gang moeten zetten. Dank u wel. Ja, last but not least, de heer Van der Staaij van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn misschien allemaal wel eens mogelijk één muisklik verwijderd geweest van een miljoenenerfenis van een ver familielid uit Nigeria. Gelukkig heb je dan een goed spamfilter en laten de vele spelfouten dan ook zien dat het om phishing gaat. Maar, en zo heb je allemaal ook, neem je ook in dit soort debatten je eigen ervaring mee. Het viel mij op dat ik de afgelopen tijd af en toe eens ben gaan twijfelen. Is dit nou een echt bericht van een creditcardmaatschappij die zegt dat er fraude is gepleegd, notabene, met mijn creditcard en dat ik nu echt in actie moet komen? Is het nou echt een bericht van mijn dochter? Gelukkig, dat was dan een ander bericht hoor, gelukkig was er dan de mogelijkheid om simpelweg even te checken door een klein telefoontje te plegen van hoe zit het, en daar leer je ook weer veel van. En met weer nieuw te onderkennen van: meneer, heeft u erop gelet dat u niet persoonlijk wordt aangesproken? Oh ja, dat doen wij altijd wel. Oh, goed om te weten, zei die creditcardmaatschappij. Dus ik wil maar zeggen, het begint ook wel met die bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid van mensen natuurlijk, om even met elkaar ook na te denken van hoe kan je nou voorkomen dat je er intuint. Het is wel, omdat het steeds sluwer wordt, is het niet te verwonderen dat het aantal slachtoffers enorm is toegenomen. Cybercrime inmiddels een industriële omvang heeft aangenomen. Natuurlijk blij met zo'n actieplan integrale aanpak online fraude. Echt goed werk, dat mag ook wel een keer gezegd worden, om het te voorkomen en beter aan te pakken. Veel goede acties ingezet. Maar nog wel even tegen de achtergrond van die scherpe toename en die soort professionalisering aan criminele kant. Blijven voldoende bij, zeg maar. Zijn we al berekend op de stappen van morgen? Je moet dus echt wel een extra been bijzetten om hier voldoende tegen weerbaar te zijn. En daarom even de vraag hoe die dynamiek nu ook in dit plan zit. Dat we niet zeggen, we hebben het nu netjes dingen in gang gezet, maar zijn we ook echt berekend op de professionalisering, helaas aan criminele kant, van morgen? En tegelijkertijd, als het gaat om capaciteit is ook al veel benoemd door collega's. Is natuurlijk ook voor de aangiftebereidheid van groot belang dat als die meldingen worden gemaakt bij politie, bij het Openbaar Ministerie, dat die ook een vervolg krijgen. En hoe kan er nu ook in voorzien worden dat er ook serieuze capaciteit op ingezet wordt, vraag ik de minister. Bij alle problemen die er natuurlijk ook zijn in het omgaan met schaarste, dat besef ik. Het is belangrijk dat het breed gedeeld wordt. Ik lees natuurlijk altijd met heel veel plezier de beslisnota's de afgelopen tijd. Of daar nog wat spannends in staat. Nou, dat valt meestal wel een beetje tegen. Maar wat er wel in stond bij dat actieplan, integrale aanpak, dat de minister van BZK, of niet de minister, maar BZK heeft aangegeven dat het niet nodig was om de brief mede namens hen te verzenden, omdat de betrokkenheid beperkt is.
Dan is mijn vraag natuurlijk, nou, zou die betrokkenheid van BZK dan niet wat sterker kunnen? Dat het wel de moeite waard is om die brief ook mede namens BZK te versturen. Ook als ik zie van de kant van de VNG dat gezegd wordt, ja, de aansluiting met de lokale aanpak, waar juist ook natuurlijk van oudsher Binnenlandse Zaken ook bijzonder een link mee heeft, die zien we eigenlijk ook nog niet zo heel sterk uit de verf komen. Dat mag wel, collega's, ik dacht mevrouw Mutluwe, die vroeg er ook naar, daar sluit ik me graag bij aan. Dus juist die lokale aanpak, daar zou ook nog wel wat winst te boeken zijn. Voordat u naar het volgende onderdeel gaat, ik heb een interruptie van mevrouw Moedler. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan mijn collega Van der Staaij. Dat gaat met name om de opmerking die gemaakt is over capaciteiten. Maar we zien aan de andere kant dat capaciteit een probleem is, maar ook prioritering. Want de meeste, de high-impact crime, de normale traditionele criminaliteit, is aan het verschuiven naar de hidden impact crime, de online criminaliteit. En betekent dat dan niet, via u voorzitter, aan mijn collega, dat we dus ook moeten gaan kijken, ook vanuit OM, politie, wat dat doet met prioriteit? En hoe ziet mijn collega dat dan voor zich? De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter. Nou, ik vind dat een herkenbare vraag. Ik sluit me daar graag bij aan, ook in de richting van de... Kijk, er wordt gezegd, het heeft prioriteit, maar heeft dat ook dan... juist ook zichtbare, herkenbare gevolgen ook in de daadwerkelijke inzet en de capaciteit die daarvoor vrijgemaakt wordt. Nou, dat zien wij nog onvoldoende terug. Dus ik deel die vraag. Ja. Gaat u verder? Voorzitter, en het lijkt er zelfs op, wij horen ook dat cybercrime misschien nog een groter probleem is dan we nu zien, omdat veel traditionele criminaliteit met een digitale component nog niet altijd als zodanig wordt geregistreerd bij de politie. Dus dat is ook een vraag, is in die registratie er wel voldoende inzicht in wat ook die digitale component eigenlijk inhoudt? Kan dat ook nog versterkt worden? En als het gaat om ik zit even nog naar mijn tijd te kijken, misschien nog één opmerking dan over een specifieke vorm van online misdrijven, namelijk antisemitisme op sociale media, die ook steeds meer lijken toe te nemen. Recent het rapport ook van de Nationale Werkplan van Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding. Hoe wordt ook aan die inzet tegenover antisemitisme op sociale media nog meer zichtbare opvolging ook gegeven? Dat is mijn slotvraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik heb vernomen dat er toch wel wat aantal vragen zijn, maar we hebben een drietal ministers. Ik kan me voorstellen dat ze onderling nog met elkaar in overleg willen. Zullen we voor de schorsing 3:05 aanhouden? Gaat u het daarmee redden? Ja? Oké, dan gaan we schorsen richting de termijn van het kabinet.